criminaliteitsvraagstuk is een heel hangijzer nu in de samenleving. Als je cijfermatig kijkt, dan ga je zeggen van ja, het is niet verruwd. Maar als je ziet de verruwing die er gebeurt, mensen rijden in de stad, stap uit en we denken dat we in Texas leven, schieten andere mensen neer. Die verruwing baart ons zorgen. En u moet weten dat deze president, deze regering, hebben gezegd, we gaan dit aanpakken. En hard optreden tegen mensen die zulke, die vertoning die ze nu naar voren brengen, dat wordt niet gaat accepteren. Er is al gezegd dat meer politiemannen op de been moeten zijn, meer patrouilles. De regering heeft besloten dat de samenwerking tussen politie en leger geïdentificeerd moet worden. En dat men hard moet optreden. Zelfs de verkeerscriminaliteit neemt toe. Mensen. Mensen houden geen rekening met andere mensen in het verkeer. Men rijdt roekeloos. Kijk maar, dagelijks, bijna elke dag, weer één doelen te betreuren in het verkeer. En dat moeten we niet hebben. En het lijkt of er geen beleid is. Dus vanaf dit moment heeft de minister van Justitie en Politie duidelijk opdracht gehad om op te treden. Meer verkeerscontrole moet er komen. En dat lijkt op een wild west. Laatst was op Albina. Er rijdt mensen in Albina, een groep jongens, die waren gewoon als gangster, bam, 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 worden geschoten op mensen zijn huis. En deze mensen moeten hard aangepakt worden. We moeten kijken, meer verkeerscontrole. Daar heb ik over de verruwing van de criminaliteit. Dat kunnen we niet hebben in Suriname. Als je richting Oostwest voor binnen gaat, als je een kijkje wil nemen, stop op een punt, op een bepaalde punt, dan ga je zien hoe hard men daar rijdt. Dus de controles zijn hier. Het kan ook controleposten zijn, je wordt gecontroleerd, maar wat controleer je? We willen dat die controle wordt opgevoerd en de verduwde criminaliteit die moet hard aangepakt worden. Dat bedoel ik. Het kan niet zo zijn dat mensen hier in Paramaribo zonder vergunning, iedereen, elke jonge man met een vuistvuurwapen en alle geweld aandoen door anderen. Dat kan toch niet? Daarover heb ik het dat voor de verduwde criminaliteit, dat die zwaar wordt aangepakt. Er moet een beleid erop losgelaten worden. Wat gaan we doen? Hoe gaan we controleren om die mensen die illegaal vuurwapen hebben, hoe gaan we dat aanpakken? Moet het aanpakken? Dus het kan niet zo zijn dat het een wild west situatie wordt in het land, dat iedereen zich onveilig voelt. Want iemand rijdt, laatst was er bij Pontbuiten, iemand rijdt daar naar aan de bam, 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 misschien die andere neer. Dat waren we niet gewend in Suriname. Dus daarover gaat het. Er moet meer controle komen. Vooral wat betreft wapenbezit, illegaal wapenbezit, moet gecontroleerd worden. Niet alleen de criminaliteit neemt toe, maar we worden ook bedreigd door de COVID-19-pandemie. Als je kijkt, dan zijn we ook een derde golf op komst. En ook wat betreft de maatregelen die getroffen zijn door de regering, worden niet helemaal nageleefd. Dus in ieder geval, we verzoeken de gemeenschap om de COVID-maatregelen in acht te nemen, zodat wij ook ons medemens kunnen beschermen.